Oké, Maxime, ja. Ben je er klaar voor? Ik denk dat ik er klaar voor ben. Oké, ik ga beginnen met de eerste vraag. Ik heb ook geen idee wat er op de kaartje staat. Mm-hmm. Maar goed, we gaan ze gewoon allemaal beantwoorden. Het gaat goed komen. Nou, daar gaat ie. Oké. Ja. Met welke bekende Nederlander zou jij wel eens een beschuitje willen eten? Hoe heet hij ook alweer, die bokser? Rico Verhoeven. Ja? Ja. Waarom Rico Verhoeven? Ja, ik vind Rico Verhoeven gewoon heel knap. Dus jij zou dan Rico boven Badr verkiezen? Ja. Ja? Ja, jij niet? Nee, ik weet niet. Ik vind gewoon Badr toch wel een stuk... mannelijker. Hotter of zo. Ja, maar jij valt op bruin haar en jawel. Ja, ik wel een beetje. Zeggen. Nee, ik vind Rico echt heel knap. Ja, en ik ook vind Rico gewoon een leuk. Beetje, nee, ik vind het een hele leuke gast, maar hij is voor mij te weet je wel, te soort van een beetje te, hoe zeg ik dat goed? Het is een beetje zo'n Nederlandse knuffelbeer geworden. Ja, heerlijk. Snap je? Het is voor mij niet meer die per se die hele stoere... Als ik hem dan ook zo'n persconferentie zie doen, dat hij dan daar zo zit... en dat hij dan opeens heel boos gaat praten of zo, dan krijg ik een soort error. Dat ik denk van, nee, dat klopt niet. Maar nee, goed. Ik vind dat juist leuk. Ik hou daarvan, van dat Rico. Schattige. Ja, oké, goed antwoord. Ja, nu mag jij. Oh ja, nu mag ik. Nu komt hij. Oh, ik hou mijn hart vast. Omschrijf de diepste band die jij met iemand hebt. De diepste band die ik met iemand heb? Zet er nog iets bij over familie, vrienden? Nee. Nou ja, met wie heb jij de diepste band? Ik denk uiteindelijk toch mijn ouders. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik was best wel een soort van moeilijk met mijn ouders vroeger. Toen ik door mijn coming out was dat allemaal een beetje lastig. Maar als ik dan nu denk met wie ik echt de meeste connectie of zo in die end heb, ik denk dat dan toch mijn ouders zijn. Ja. Ja, ja, zit toch in bloed. Ja. Ja. En als jij het leest, ook je ouders? Ja, sowieso. Ja, of jou is dat natuurlijk nog vanzelfsprekender omdat je... Ja, altijd. Mijn ouders zijn mijn nummer 1. Ja. En Claire. En Claire. Laten we Claire niet op die. Maar Claire is natuurlijk nog een klein meisje, weet je? Dus dat is toch anders. Ja. Daar kan je niet echt iets mee delen. Maar mijn ouders, ja, 100%. Oké. Oh, dit vind ik een leuke. Wat is het ergste dat jou ooit is overkomen? Ja, nou dat zijn wel een aantal dingen. Ja? Nou vertel, we hebben de tijd. Nou ja, mijn ouders zijn natuurlijk, wij zijn natuurlijk naar Frankrijk verhuisd. Ja. Toen was mijn vader al uit de kast gekomen, want toen was ik een jaar of 4. Want dat is bij Ik Vertrek geweest. Voor Ik Vertrek. Dus voor Ik Vertrek, toen heeft mijn vader op vakantie met een man gezoend. En toen merkte hij dus van, hey, ik ga wat voelen voor mama. Was dat dan de eerste keer of ja. zo? Dus hij was gewoon op vakantie. Jullie waren met elkaar op vakantie. Of? Ja, nou, mijn moeder bleef thuis. Want ik dacht altijd, joh, dan heb ik ook een keer tijd voor mezelf. Ja. Dus mijn zussen en ik gingen heel vaak met mijn vader op vakantie. En wij lagen al in bed. En hij dacht, nou, ik ga nog even naar de bar toe. In het resort. En hij raakte aan de praat met die man. En die man zoende hem. En dat was zijn allereerste ervaring met een man ooit. Hoe oud was hij toen? In de begin 40. Ja, en toen was hij de volgende dag heel erg ziek. En toen zijn we naar huis gegaan en toen was hij nog 2 weken ziek. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment van echt overgeven en zo. En mijn moeder zei op een gegeven moment van ja, er is wat. Ik voel dat er wat is. Ja. Nou ja, en toen heeft hij dat verteld. En dat was voor ons natuurlijk wel heel erg. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk... Is dat nog steeds iets voor jou dan waar je dan heel negatief op terugkijkt of zo? Nou, die eerste keer niet. Want ik was toen natuurlijk heel klein, dus ik kan me nog wel herinneren dat mijn moeder daar heel erg verdriet van had. Maar goed, dat ging uiteindelijk weer goed. Toen zijn wij naar Frankrijk verhuisd. Ja. Toen kwamen wij terug, toen is hij weer naar Amsterdam verhuisd. En toen is het met mij wel een beetje bergafwaarts gegaan. Toen is mijn tante, de zus van mijn moeder, is ook overleden plotseling aan zelfmoord. En toen ging ik met foute vrienden om en... ellende na ellende eigenlijk. Maar denk je dat dat is uit voortgekomen uit dat moment dat jij misschien dan je vader miste? Of waar is dat, waar kwam dat uit voort? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik was toen 14, dus dat is natuurlijk al een moeilijke periode, weet je wel, puberteit en alles. Ja, alles. En het was ook heel plotseling. Het was eigenlijk heel plotseling dat hij wegging. En toen,
Nou, en toen overleed dus mijn tante, dus dat was ook nog daarop. En ik had geen CITO-toets gedaan, dus ik moest ook naar een heel laag onderwijs, oh, ja. Waar ik ook nog heel erg mee zat. Ja, en toen heb ik ook heel veel heel veel drinken en ik begrijp eigenlijk niet hoe mijn moeder het uithield met mij, hoor. Nee, was je erg? Ja, ik was heel erg. Maar ja. Was je zus dat ook? Of was het echt jij? Nee. Nee, ik had het alleen. Ik denk dat het toch een opstapeling is van dingen. En mijn zus is eigenlijk niet zo'n prater. Die is echt een binnenvetter. Maar gewoon ook verkeerde vriendjes. En op een gegeven moment toen had ik dus ook een naaktfilmpje gestuurd naar iemand. En dat is toen ook uitgelekt. Oh. Dus ik ben ook heel erg gepest daardoor op school. Dus wel echt veel... Ik heb wat dat betreft geen makkelijke jeugd gehad, hoor. Nee. En het ligt niet aan mijn ouders, maar dat ligt toch, gewoon een opstapeling van dingen. Je zit gewoon op een gegeven moment in een soort van... Hele slechte spiraal, ja. Oh. Ja, dat ik ook af en toe dacht van, voor mij hoeft het niet meer. Nee, heb je dat gedacht? Ja, heel vaak. Maar heb je op dat soort momenten gehad dat je dat dan met je ouders of zo kon praten? Nee. Waren er op dat moment mensen in je leven met wie je dan zoiets kan delen of zo? Want ik kan me voorstellen, als je bent 14. Ja, maar ik denk, ik had toen een beste vriendin. Dat is nog steeds mijn beste vriendin, Roxy. Ja. En misschien ook uit schaamte dat je dat niet deelt met iemand. Weet je wel, ik was heel erg provocerend juist in die tijd. Weet je wel, ik was eigenlijk gewoon het rotkind. Gewoon kijk, ik drink heel... Of in wat voor zin nou, provocerend? Ja, nou ja, dat dus. Ja. Dus een beetje stoer doen, omdat je voelt dat je eigenlijk de afgrond ingaat. Maar dat wil je niet. Dus nee. Je gaat een soort... de andere kant op juist. Eigenlijk moet je heel verdrietig zijn. Maar ik was juist daardoor heel erg boos en gefrustreerd. En waardoor misschien juist alleen nog maar... Ja. Maar ja, er kwam eigenlijk ellende op ellende. Ja. Jeetje, Max. Ja, echt, hè? Nee, maar ik vind het super mooi dat je het deelt. Maar ik ken je natuurlijk best wel een beetje. In het laatste jaar hebben we elkaar wel een beetje leren kennen. Ik weet wel veel van jou, maar ik wist dit ook niet of zo. Nee, eigenlijk weten... De mensen in de Bollenstreek, die hebben dat... Het is natuurlijk zo verspreid in die tijd. Je hebt dat meegemaakt met tijd. En dat was eigenlijk voor hele Facebook en alles. Weet je wat, had je nog van die klaptelefoon. Ja. Dus dat, nu is er steeds meer bekend over. Maar dat was voor mij... Was dat heel moeilijk, ja. Ja. Maar ik kan het nu wel met vriendinnen over hebben. En dat is wel heel erg fijn. Dus het is, want heb je er ooit met iemand over gepraat? Als in bijvoorbeeld psychiaterachtig? Ja. Heeft dat jou geholpen? Ja. Ja, heel erg. Ja. Ik heb toen uiteindelijk... heb ik het mijn moeder verteld over al dat gedoe. En zij heeft toen een therapeute... is dat ook nog een ding, hoor. Om een goede therapeute te vinden die bij jou dat past. Hoor je dus, ja, ja. Maar goed, dat is uiteindelijk gelukt. En dat heeft mij wel jaren gekost. Maar goed, ja, het is wel oké nu. Ja. Ja. Mooi. Nou, je weet, ik kom altijd bellen. Hè? Je moet door. Je moet door. Jij mag. Ja. Oké. Wat vind je leuk aan mij? Wat vind ik leuk aan jou? Ik denk heel veel, want anders zou ik je ook niet zo graag zien. Want als je in Nederland bent, dan zien we elkaar vaak wel. Maar wat vind ik leuk aan jou? Ik denk dat ik gewoon toch wel je positiviteit, of dat merk ik in ieder geval altijd heel erg aan jou, dat ik dat een hele mooie eigenschap vind. Dat het is met jou altijd gezellig en altijd positief en niet zeiken, maar gewoon doorgaan. Dat is denk ik wel een mentaliteit die je hebt, maar ook dus wel een soort eigenschap die ik dus heel leuk vind. En ik denk ook wel, als ik jou ook met vriendinnen en zo zie, dat je ook wel een soort van zorgzaam persoon bent. Of niet? Zeg ik nu iets idee? Nee, nee. Nee? Nee. Nee, dat lijkt... Nee, ik ben niet heel zorgzaam. Nee, maar ik heb wel het idee dat je wel echt een mens bent... dat heel veel om vrienden en familie geeft. Ja, ik ben heel loyaal. Ja, ja. Nou ja, misschien is dat het goede woord. Loyaal. Nee, maar ik heb altijd wel bij jou het idee dat jij heel... heel veel tijd en energie in je familie en je vrienden... Want ook als je hier bent, dan neem je altijd vriendinnen mee als wij afspreken. Bijvoorbeeld, je bent wel... Dat is volgens mij, dat vind ik zo leuk aan jou, is dat je echt een familiemens bent. En dus ook vrienden. Ja. Maar dus niet zorgzaam. Nee. Maar loyaal. Ja, ik ben wel loyaal. Nou, komt weer eentje, hoor. Wat speelt er op dit moment in jouw leven wat je liever niet tegen een onbekende zegt? Nou ja, ik ben een open boek, dus tot het misschien af en toe niet gezellig is thuis.
Ja, is dat iets wat je dan niet tegen snel tegen een onbekende nee, zou zeggen? Nee. Maar op wat voor manier is het dan niet gezellig? Nou ja, het is bij ons thuis natuurlijk heel erg druk. Ja. Het is eigenlijk natuurlijk ontploft. Ja. Maar is dat echt in het laatste jaar ontstaan dan? Ja. Sinds jullie dan in Frankrijk zitten? Ja, eigenlijk aan het einde van vorige zomer ongeveer. Gewoon spanning of merk je op een gegeven moment? Ja, want ik bedoel, het is gewoon heel hard werken. 7 dagen in de week. Wij leven dan wel in één huis. Maar mijn vader zei ook laatst tegen me, ja, ik zie je wel, maar toch zie ik je niet echt. Nee, omdat je leeft gewoon op een gegeven moment denk ik... Ja. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Ik zou er niet meer aan moeten denken om... En dat heb ik al vaak tegen jou gezegd. Ja. Ik zou er niet aan moeten denken om nu volgende week met mijn ouders dat te doen. Maar ik kan me wel voorstellen, op een gegeven moment ben je met elkaar. Maar misschien niet meer heb je echt goede momenten dat je echt even met elkaar zit en praat. En... Nee. En dat missen wij heel erg. Heel erg de gek is dat dan. De quality time, die is er gewoon niet. En dat geeft toch een soort spanning. Ik denk ook dat een mens dat nodig heeft. Een weekend vrij. Ik denk dat overal, of je nou een relatie hebt of dat het met vrienden is, ik denk dat het heel belangrijk is om dat soort momenten te hebben. Ja, en dat is er bij ons eigenlijk nu te weinig. Waardoor het soms bij ons, waar moet ik dan aan denken? Wat ontstaat er dan? Ruzies? Ruzies. Maar ja, ruzies zijn bij ons altijd, wij hebben natuurlijk een vrij harde stem. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als een vreemde bij ons 's avonds zit en wij hebben wel eens een oneenigheid, dat mensen denken, die praten straks een week niet tegen elkaar. Nee. Maar dat is het niet, want wij zijn het dan ook wel heel snel vergeten. Maar mijn moeder en ik zeggen altijd, als het 5 uur is, dan gaat de stemming naar beneden bij ons. Ja? Want wij leven natuurlijk in de keuken. Ja. En dan moet mijn vader het diner doen. En dan... dan moet hij dat alleen doen. En het geeft toch een soort druk bij hem. Want hij wil heel graag heel goed doen bij de gasten. Af en toe dat ik denk, ja... Hè, het is, we zijn geen hotel, nee. Dus doe maar rustig. Maar goed, ja, dat zit in hem. Dat is eigenlijk ook wel een mooie eigenschap. Maar... Ja, dan merk je toch dat hij gestrest wordt, waardoor er dus inderdaad wrijving komt. Ja. Dus vanaf 5 uur is het bij ons niet leuk. Nee? Dus een soort neerwaartse spiraal. Ja, altijd. Maar merk je dan dat je jezelf wat meer opsluit of zo, of meer afstand neemt dan ook 's avonds? Dat je denkt, joh jongens, ik ga even lekker op mijn kamer zitten. Want er zijn natuurlijk eigenlijk, jullie zijn zoveel met elkaar, dat er dus eigenlijk juist heel veel momenten zouden moeten kunnen zijn dat je die quality time wel hebt. Toch? Nee. Nee, maar jullie zijn toch heel veel met elkaar? Ja, maar we zijn altijd aan het werk. Ja. Dus 's avonds, dan hebben wij gegeten. Okay. En dan gaat mijn vader dus het diner maken. En dan help ik met uitserveren. Dus ik moet er wel bij zijn. Maar dan ben je natuurlijk... Ja, je kan dan niet even gaan zitten en zeggen... Nou, pap, hoe gaat dat nou echt? Nee, maar wij... Nee, maar dat zou ik ook nooit tegen mijn vader vragen eigenlijk, hoor. Nee, maar ik denk dat ik dat af kan lezen van hem. Als jij zou het aan hem kunnen zien als er iets wel is. Ja, en dan weet ik ook dat het komt omdat hij een soort druk voelt, omdat hij moet presteren. Ja. Dus wat dat betreft zijn we wel op elkaar afgestemd. En daardoor is het ook wel fijn dat wij nu naar Nederland terug gaan eind dit jaar. Omdat je dan toch een... We hebben nu allemaal daardoor ook wel wat meer rust, omdat we denken van nog een seizoen. En in de zomer is het natuurlijk heerlijk bij ons. Dus ik vind het prima dat we nog een seizoen draaien. Maar zo moet je toch aanpassingen doen, zoals het diner laten vallen, omdat het gewoon te veel is. Hier ben ik heel benieuwd naar. Oké, wat is jouw grootste fantasie? Nou, ik denk, maar dat is sinds een paar maanden, ik denk in Londen wonen. Ja? Ja. Ik ga mee. Ja, lijkt je dat ook wat? Ja, ik ben gek op Londen. Nou, ik zou je zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Nee? Ik ben er maar nog nooit. Hoe kom je dan bij dat Londen je fantasie ik is? Ik heb altijd het idee dat ik wat heb, ik weet niet, ik heb iets met Engelse mensen sowieso. Ik vind die heel erg hot, ja ook. Ik vind, ja, maar gewoon het accent, ze zijn heel erg uitgesproken. Ze zeggen alles. Ja, het is toch anders dan Nederlanders. Ja. En ik denk dat Londen gewoon te gek is. Ja, absoluut. Ja. Maar is dat dan jouw grootste fantasie? Ja, maar in wat voor zin fantasie? Ik vind het ook... Ik vind het een hele lastige vraag, maar ik zit aan te denken... Kan alle wat is je op. Fantasie? Ja, ik weet bijvoorbeeld... Je kan bijvoorbeeld een... Weet ik veel, een seksfantasie hebben. Dat je bijvoorbeeld heel graag, weet ik veel, een keer... In een bus seks zou willen hebben of zo. Daar denk ik dan aan bij fantasie. Oh. Of niet?
Ja, maar dat heb mij... ik... Nee, maar ik ben heel, wat dat betreft heel erg als ik het ouderwets. Wil, doe ik het. Ja? Ja, ik denk dat ik wel ouderwets ben. Ja. Op dat gebied? Ja. Ja. Is geen bus voor Maxine? Nee, mij niet bellen. Ik ga de bus niet in. Gewoon een hotel. Ik heb dat vroeger natuurlijk wel gedaan, maar op een gegeven moment, ik weet het niet. Ik heb het daar niet meer zo mooi. Ik ben ook blij dat als ik iemand tegenkom, die mij leuk vindt. Heb je heel geëxperimenteerd wel? Nou, niet mega, maar ik denk ook wel dat het bij een leeftijd hoort, toch? Ja, absoluut. Ja, en misschien ook wel omdat het toen natuurlijk niet heel erg lekker met mij ging. Nee. Dat je dan ook op een... Gekke dingen gaat doen. Ja, ja. Ja. Maar ik ben heel ouderwets, gewoon romantisch eigenlijk bijna. Ja, ik vind het fijn. Ja, nee, ja, ik heb dat ook wel een beetje. Ja. Niet op één lijn, Max. Ja. Nee, jij ben ik. Ik? Nee. Ja, wel. Ja, je hebt gelijk. Wel, ja. Je hebt gelijk, sorry. Wanneer was je voor het laatst woedend? Nou, jij bent vrij boos aangelegd. Vind jij dat? Nou, ik denk dat jij wel... Heb je mij wel eens dan boos meegemaakt? Ik denk dat jij heel vurig kan zijn. Ja. Ja. Ja, als dingen... Als ik onrecht ruik of voel, dan kan ik heel boos worden. Dus ik denk dat het... Wanneer ik voor het laatst echt heel woedend ben geweest... Ja, ik denk dat het wel echt door de laatste tijd dat ik soms dingen in het nieuws lees die mij echt heel boos kunnen maken. Ja, maar wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat ik dan weer zie bijvoorbeeld een filmpje van een jongetje dat dan op school uit de kast komt gepest wordt of zo. Dat zijn echt dingen. Dat hoor, ja, ik wil niet zeggen dat ik oogkleppen soms zou willen opdoen, maar soms zou ik het gewoon niet willen lezen omdat het kan echt mijn hele dag beïnvloeden. Als ik 's ochtends NOS-app open en ik lees iets verschrikkelijk van iemand die gepest of mensen die in elkaar geslagen zijn. Of weet je wel, zeker dan dat er gewoon ook wereldwijd heel veel homo-haat is. Dat zijn gewoon voor mij dingen, omdat het heel persoonlijk is, zijn dat dingen waar ik me dan heel woest om kan maken. Ja. Dus ik had dat voor het laatst weer een berichtje las van een jongetje dat dan op school in een prinsessenjurk naar school was gegaan. En toen vervolgens had de juf gezegd, nou, en de kinderen hadden daar heel raar op gereageerd en gezegd, ja, dit is niet de bedoeling. Weet je, en als ik dat soort berichten lees, dan komt het echt vanuit mijn tenen begint het te koken. Omdat ik dan zo boos kan zijn, omdat ik denk... Belachelijk. Ja, dat ik gewoon echt... En dat is iets waar ik het allermeest voor streef, denk ik, in de wereld. Dat ik hoop dat er ooit... Ik denk dat we het niet eens meegaan... Of dat wij het niet eens meegaan maken. Maar ik hoop zo dat er een bepaald moment komt dat echt iedereen eens een keer elkaar accepteert. En gewoon echt iedereen eens een keer zichzelf kan zijn. Ja. Want dat zijn echt dingen waar ik me dan heel woedend op maak. Next question. Erg, ja. Oké. Okay. Wat maakt jou onzeker en waarom? Nou, ik had natuurlijk vroeger mijn vaders neus. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is geweest. Je hebt je neus laten doen? Ja, die heb je veranderd. Toen ik 19 was. Ja. En dat vond ik wel, dat was wel een dingetje, vond ik hoor. Want je was altijd heel onzeker over je neus vroeger. Nou ja, op een gegeven moment vroeger niet, maar ik was een jaar of 15 of zo en toen begon dat opeens te spelen. Dan ga je, als je op de foto wil, ga je anders staan en je probeert het te verbergen en zo. En dat is toen een paar jaar zo doorgegaan en toen dacht ik, ja, ik wil er gewoon vanaf. Ja. Maar ben je dan nooit, doordat je dan reacties leest of dat mensen iets zeggen van je bent te dun of je bent aangekomen of je hebt dit of dat, dat je dan denkt van, ik heb dat bijvoorbeeld heel erg. Ja? Ja. Nee, ik heb dat helemaal niet. Jawel. Nee. Ja, en misschien zou ik ooit nog wel een borstvergroting willen doen. Omdat natuurlijk door zo'n bevalling komt er allemaal melk. Dat je denkt, nou waarom? Heb je een idee over hoe je dood zal gaan? Voelt alcoholvergiftiging? Ja, denk je? Zal dat zijn? Ja, sowieso alcoholvergiftiging. Dat kan niet anders met jou. Nee, nou laten we dat even niet over. Een hele trieste dood. Waarom zullen we dood gaan? Ja, ja. Alcoholvergiftiging. Ja, nee, dat klinkt niet leuk. Dat wordt me niet op een leuke manier herinneren. Nou, oké, we gaan door. Nou, jij bent weer aan de beurt. Dit is de laatste. Dit is de laatste. Geloof je in soulmates? Ja. Dacht ik al. Ja, 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 ik ben wel een soort van hopeloze romanticus die wel echt... Ik hoop echt heel erg dat ik een keer iemand tegenkom uiteindelijk. En dat je echt zo iets hebt van wij gaan helemaal voor elkaar. Ik ben ook absoluut niet iemand die een open relatie of zo zou kunnen hebben. Oh, nee. Ik ben echt wel, ik hoor het steeds vaker om me heen, maar ik ben wel echt iemand die heel erg wil gaan voor monogamie. Nou, jij vindt hem wel, die soulmate. Ja? Ja. En jij ook? Ja.
Niet dezelfde? Nee. Nee, maar ik weet zeker. Het komt wel. We hebben ook allebei niet dat het nu moet komen. Nee. Volgens mij. Maar ik geloof ook dat dat vanzelf op je pad komt. En als je het gaat zoeken, dan vind je toch waarschijnlijk niet die echte. Nee. Het komt wanneer het komt. Ja. Precies. Dit was het. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken. Ja, ik jou ook. Want ik vond het super fijn en lief dat je zo bij mij hier in het W zo je verhaal wilde doen. Ja, tuurlijk kind. Dus nee, dat weet ik. Ja. Nou, geen probleem. Het was gezellig. Het is altijd gezellig met jou. Ja, ik ook. Goeie pagatje kan altijd. Ja? Ik ben er ook mee opgegroeid of zo, man. Met mijn vriendengroep. Het was gewoon altijd, gewoon voor het slapen, gewoon iets kliks.